In het derde gesprek wat ik met dokter Vos heb, vergelijk ik zijn praktijk met de huidige aantal huisartsen wat we in Houten hebben. Over hoeveel patiënten praat je dan eigenlijk in die tijd, in de 60 jaar? Hoeveel had je er zo? In de 60 jaar waren het uiteindelijk iets van 3000. 3000? Ja. En zo. Dat is natuurlijk gelijk aan gegroeid. Want ze dingen, afgestraft kwam, was net vlak voor ik dus begon. En maar al die wijken daar. Die Lobben en zo, de woorden. De Willem de Zwijgerlaan. Willem de Zwijgerlaan. Jij was er toch niet in. Dus daar begon het dus mee. En dan kijk je weg en kijk je de Lobben. En de dingen daar. Waar de hockeyclub nu is, hè? Daar zou die. Ja, nee, dat is wel veel verder. Ja. Hier. Je hebt Lobben, Orde. De Orde, hè? Ja. De Orde. Dat is ook een, ja, natuurlijk ook al. Het is ook gebouwd nadat ik hier zat. Ja. Ja. Dus, en toen is op een gegeven moment, dat was toen in 73, toen kwam Jan Versteeg hier praten over een waarneming. En die vertelde dat hij dus in dienst, legerarts was, en dat hij een praktijk zocht. En toen zei hij, ja, zeker, zou je het hier eens kunnen proberen. En zo is hij hier terecht gekomen, Jan Versteeg. Ja. Maar dat was in 73, dat was 73, denk ik, dus in de Houten alleen. Ja, en dan praat je over 7000 patiënten misschien? Nee, alsjeblieft. Nee? Dan kan je alsjeblieft. Nee, ik ben toch in de buurt van de 4000. 4000? Gekomen, Dat is bijna niet behapbaar anders, hè? Dat kan onmogelijk, dan ga je hele tijd slechte dokter worden. Ja. Maar 4000 natuurlijk al veel, maar toen heb ik me dus. Toen is ook zo'n Jan Versteeg erbij gekomen. Ja. En Jan Versteeg is de voorloper van Selma Mogendorf weer geweest. Selma Mogendorf heeft de tijd met hem samengewerkt. Ja. En dus hij weggegaan. Dus hij van Assen bij Selma Mogendorf gekomen. Ja. Maar zo'n 4000. En nu hebben we iets van 50.000 inwoners in Houten. 46.000. Dan zou je eigenlijk 10 huisartsen moeten hebben van jouw postuur. Nee, wel meer, dus 46. Ja, 46. 12, zijn we er 12. 12, ja. En weet je hoeveel we er nu hebben? Ik heb geen idee hoor, maar. Nou, ergens in de 20. 20, ja. Maar een heleboel part-time. Het is natuurlijk part-time ook wel, ja. Ja, dat is waar natuurlijk. Maar ja, als je dus nu, ik weet dat die van de week is, dat we die bijvoorbeeld vrijdag, afgelopen vrijdag is, hebben we de molens omgeopend. En daar zitten ze dan met 12 huisartsen. Dat boeit mij wel, hè? Hoe jij dat combineerde. Want er is natuurlijk ook nog wel wat van de taak van een huisarts afgevallen, want jij deed de bevallingen. Ik denk niet dat nu huisartsen nog bevallingen doen. Ik heb mezelf bevallingen gedaan tot 1984 kwamen dus die verloskundigen met z'n tweeën, heel aardige meisjes, kon ik goed mee opschieten. Dat heb ik altijd zoveel mogelijk gezorgd dat ik geen ruzie kreeg met mensen. Daar heb ik geen pest aan. Nee. Maar ik hield u wel mijn particulier patiënt. Want het ziekenfonds zegt van als het verloskundige is, dan mag de huisarts geen bevallingen declareren. Dat mocht ze wel doen, maar ik mocht niet declareren. Nee. Dus dan. Mijn buurmeisje heb ik het zelf gedaan. En die werkte hier ook. Dus ik zei. Dat is goed, je hoeft het niet te betalen. Ik heb er toch geld van te gekregen. Ja, dat is heel erg. Maar dat was even natuurlijk toch een klein aanlating wat je had op een gegeven moment. Ja. Maar mijn particulier patiënt heb ik heel lang gehouden. Tot wanneer was het? Eind 80e jaar, denk ik. Toen constateerde ik. Zitten we kijken bij Elfman de film? Ja. Eind 80e jaar, toen constateerde ik dat. Ik vast zat voor een bevalling, wijze van spreken. Als je een bevalling hebt afgesproken, dan moet je zorgen dat je bereikbaar bent op het moment dat je bevalling is. En zolang als de collega's ook bevallingen deden, deed ik mijn bevalling. En als hij ik dienst, dan deed ik zijn bevalling. Ja. Maar als hij geen bevallingen meer doet, Dan wordt dat heel moeilijk. Ja. En dus dan zat ik echt vast. Nou, dat was op zich niet meer waard. Dus ik ben in ongeveer
89 of zo ben ik ermee gestopt. Ja. En dan heb ik heel bewust mijn laatste bevalling gedaan. Oh nee, mijn ene laatste bevalling gedaan, maar de laatste bevalling moest net ziekenhuis sturen. Oké, ja. Omdat het dus een indicatie was om een ziekenhuis te laten bevallen. Want het, ik merkte het laatste, of laatste was Karel Mooijen, die nam afscheid in, ik dacht in de Roskamp van zijn patiënten. En toen kwamen heel veel patiënten en toen moesten ze zoiets doen van wat is nou de dierbaarste herinnering aan de huisarts. En dan komt toch die bevalling vaak terug, hè, als mooi moment met de huisarts. Ik heb dus met mijn 25 jaar jubileum in Houten, heb ik zo van de praktijk twee boeken gehad met allemaal persoonlijke reacties van alle mogelijke patiënten. Ja. En het driekwart is verloskunde. Ja, dat denk ik ook. Ja. Vooral dat kind aan de haak, hè, een geliefde foto. Ja. En ik had zo'n lunch. Ja, het ging niet met de weerstaaf zo, maar ik wilde wel het gewicht weten. Ik had zo'n lunch en daar werd het kind in een luier. Dan denk ik altijd zelf die knoop, want ik zat dan, ik ben verantwoordelijk. Ja. En dan ging ik op en dan werd het zo. Oh, goed. Dat was goed te zitten. Ja, ja. Dat zijn symbolische momenten. Ja.